Vandaag gaan we de Rise of This Iderilith reviewen. Het is erg. Het is een Maas. Maas. Zoals er nog nooit een Maas is geweest in Dijsseland. He? Welkom bij Gamers.net Gear. Elke dinsdag jullie gear, gadgets en tech. En deze week is daar de Razer DeathAdder Elite. Het paradepaardje toch wel van Razer. Ja, als het komt tot de muizen. Ja. In de DeathAdder serie, in de Elite serie. Heel erg specifiek, maar daarin is het echt het paradepaardje. Ja, zeker. Dit is Lennart, ik ben Tom. Dit is Gamers.net Gear. Ja, inderdaad. Met ja, met het paradepaardje in de DeathAdder serie van Razer. Ja man. Is helemaal geen paardje, het is een muis. Oh, nu snap ik het. Allemaal andere dieren. Oh, zo straight over the head. Nee, maar inderdaad. Het paradepaardje in de muizen serie. En dan zou je meteen denken van Razer van... Oh mijn god, het is Razer en ze zeggen het is het paradepaardje. Dus het is waarschijnlijk 200 euro. Valt mee, het ding gaat op de kop voor 90 euro. En dan heb je wel, wat Razer belooft, 's werelds meest geavanceerde... optische sensor. Die zit erin. En als ik jou mag geloven, is het wel serieus echt een goede muis. Ja! Want ook de specs, ik heb daar zelf de ballen verstand van specs van muizen, maar jij wel. En jij zei... van, wow, dat zijn hoge getallen! Ja, inderdaad, dat is wel mooi. Ik zag resolutienauwkeurigheid van 99,4%. Ja! Dus je muis verschiet niet of echt heel minimaal of heel weinig. Nou ja, ik heb hem nou al een paar weken thuis en ik heb gewoon nog niks gemerkt van dat die muis in één keer een rare beweging maakt ofzo. Dus wat dat betreft, ja, het lijkt inderdaad wel op dat het de meest geavanceerde optische sensor is. En ja, dat wil dus ook zeggen dat hij is vrij nauwkeurig, hij kan een heleboel acceleratie handelen en hij is dus 16.000 dpi. Dus dat is wel zo'n beetje het hoogste wat Razer ooit heeft gepresteerd in de muis. Oh, dat is best wel lastig, want waar moet de muis zich nou op onderscheiden? Zijn dat die dingen alleen of zijn het meer dingen waar het... Op zich, ik vind een goede muis, dat bestaat wel uit meer dingen. Dus je moet zorgen dat die sensor fatsoenlijk presteert. Ik wil niet zeggen dat het alleen maar goed is als het 16.000 is of zo. Het is maar net, ik heb hem op 800 staan, mensen. Maar het punt is, je wil dat hij dan stabiel blijft en dat hij niet zomaar verschiet. Nou, dat doet deze goed. Maar een mooie muis, ja... Laat zich ook een beetje definiëren door hoeveel gemak het biedt voor de gebruiker. Hè? De handelbaarheid. Ja, de handelbaarheid, hoe duurzaam het is, hoe lang het meegaat, maar vooral ook hoe comfortabel het is. En voor mijn hand toevallig, deze langere, vieze, tengere vingers, die voelen zich echt heel erg thuis op dit ding. Want je ziet het, is een beetje zo'n overdreven ergonomisch design, maar dat ligt zo lekker in de hand en dat zweeft dan een beetje over je muismat heen. Ja, ik vond het heerlijk. Net al eventjes in mijn hand inderdaad. Het is wel, wat je net al zei, het is alleen een rechtshandige muis. Ja, het is ergonomisch, maar niet ambidextreus. Dus alleen voor je rechterhand natuurlijk, ja. Moeilijke woorden, jezus. Ja, moeilijke woorden, jongen. Hij ligt heel natuurlijk inderdaad. Hij ligt heel fijn ook in je handpalm. En er zitten ook echt van die lekkere groeven in. Die, nou ja, niet echt overdreven. Je hebt dat dus van die muizen, die maken echt van die te veel van die groeven. Maar ik vind hem gewoon, hij voelt heel natuurlijk aan. En het is al een design wat je sowieso al vaker tegen bent gekomen van Razer. Maar het mag er zeker wezen. Ook fijne gripplaatjes erop. Ja, er zitten twee... dingen nog aan de zijkant, wat kan je daar instellen? Dat zijn gewoon, dat is zeg maar je forward en je backward knop. Dat zijn extra knoppen die je in kan stellen. En verder heb je dan een dpi omhoog, dpi omlaag knopje. Kun je ook iets anders van maken met Razer Synapse. En natuurlijk links, rechts en een scrollwiel. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje qua, wat je net zei, de specs, de beste basic muis. Want hij heeft niet zoveel extra mogelijkheden aan de zijkant. Nee, het is niet een muis dat je bijvoorbeeld, daar hebben we al eens eerder muizen van gehad inderdaad. Muizen die zich richten op MMO of MOBA, bijvoorbeeld de Razer Naga Hex of de Trust 166 is dat geloof ik. Dat zijn van die muizen met, weet je wel, 9 tot 12 knoppen aan de zijkant. En dan denk je van, ja oké, dat is misschien een beetje te veel van het goede. Ja, nou ja, weet je, ook een leuke muis, Razer Naga Hex, hebben we ook een review van gedaan. Maar nee, dit is iets basaler, dus je hebt net iets minder knoppen, maar... In wat het doet, doet het wel echt heel goed. Want die klikjes die zijn fijn, scrollwiel voelt fijn. Gewoon het hele ding aan zich voelt gewoon lekker goed afgewerkt af. Ja, dat vind ik gewoon, ja nee, het is een fijn ding. Ik kan er niks op aanmerken eigenlijk. En het werkt gewoon met hetzelfde stuurprogramma als de andere Razer. Tegenwoordig met alles met Razer. Het heeft ofwel geen stuurprogramma of het loopt op Razer Synapse. En dat is hier dus ook het geval. Ik had op een gegeven moment echt alles van Razer aangesloten. Dus mijn Razer Synapse was echt zo'n... Ja, ik had bijna twee schermen nodig om al die shit te kunnen overzien. Maar daarmee stel je dus gewoon de toetsen in, de gevoeligheid, de kleurtjes natuurlijk ook. Want ja, het staat misschien niet in de titel Chroma, maar het is wel weer een Chroma product. Dus ja, je hebt weer 16,4 miljoen kleuren die je kunt kiezen. Heerlijk. Wel wat minder lichtdingen in de muis zelf dan... Ja, nee, je hebt... Wordt, bijvoorbeeld mijn vriendin heeft een Mamba. En dan de
chroma-editie van de Mamba. Dus dan heb je ook allerlei, dan heb je iets van volgens mij 10 ledjes aan elke kant. En dan kun je daar ook weer allemaal van die golfjes op instellen. Plus dat je dan nog een ledje hebt in het logo en in het scrollwiel. In dit geval hier bij de DevAdder Elite zijn het dus alleen maar het scrollwiel en het logo met een kleurtje. Kun je afzonderlijk inpassen, maar goed, daar kun je dus niet van die golfjes in maken. En dat zal waarschijnlijk ook wel zijn waarom die prijs iets minder is. Een beetje hetzelfde als de Razer Naga Hex. Was ook een muis voor 90 euro. Maar die heeft dan wel chroma verlichting, maar niet van, oh, je kunt er allemaal van die golfjes op instellen. Het is gewoon, ja, het zijn twee kleurtjes die je dan in kunt stellen. Maar dan wel, daarin heb je dan wel weer een heleboel dingen om lekker mee te klooien en te tweaken. Dus je betaalt dan eigenlijk alleen maar voor de extra kleurtjes of extra ledjes erin? Nou ja, ik denk wel dat, kijk, als er natuurlijk 12 ledjes aan de kanten inbouwen zijn RGB-ledjes, dan wordt de muis wel iets duurder. Maar misschien laat Razer dat hele principe van die kleurtjes een beetje varen de laatste tijd. Want de muizen zijn wel iets goedkoper geworden. En heel veel producten van Razer zijn iets geslinkt in prijs of zo. Dus ik heb het idee dat Razer, ze gaan niet zoveel meer vragen voor die chroma-verlichting en ze gaan niet zoveel meer vragen voor het logo. Ze proberen nou gewoon fatsoenlijke, degelijke gear te maken. En ik zweer, de DevAdder Elite, één van de fijnste muizen die ik tot dusver heb mogen behandelen voor GamersNet. Dus zover klinkt de muis best wel goed. Ja. Best wel prima. Ik kan een weinig conclusie. Sowieso, voor 80 à 90 euro echt een van de betere keuzes om te doen. Gewoon de afwerking is prima, je hebt gewoon gewoven kabel, materiaal voelt prima aan, de klikjes zijn goed, het ding gaat lang mee. Het ligt in ieder geval in mijn hand echt heerlijk. Ja goed, ik heb niet de apparatuur waarin ik kan meten of die daadwerkelijk echt alle acceleratie en alle DPI kan gebruiken. Maar het voelt aan als een van de meest geavanceerde dingen en het heeft niet die prijs van wow, we zijn het meest geavanceerd. Dus wat dat betreft, hele goede keuze als je op zoek bent naar een allrounder muis die misschien niet geschikt is voor MOBA of MMO. Je kunt de Razer DevAdder Elite een keer in de hand nemen en kijken of het iets is. Want ik vond het voelt aan als de thuis van mijn hand nou. Ja, de rustplek voor mijn rechterhand. Dat is iets anders. Dat klonk veel fouter. Ja, maar goed, inderdaad. Dat is wel wat het doet met me. Fijn. Ja, nee, ik vind het een mooi ding. Echt, ga hem lijkt een keer uitchecken. Inderdaad een heel mooie zin om mee uit te gaan. De thuishaven voor mijn rechterhand. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Jee, tot volgende week. Of een andere keer op GamersNet. Kan ook. Dat was de GamersNet Gear van de Razer DevAdder Elite. Een degelijk beestje zoals altijd. We hebben nog twee video's, nog een GamersNet Gear en een video waarvan YouTube denkt dat jij hem super tof vindt. Ga die dus ook zeker even checken. En natuurlijk laat een reactie achter en doe een duimpje omhoog. En subscribe op GamersNet. Dat is alles wat we vragen. Het is niet veel. Ja, gewoon doen. Gewoon doen. En klikken.